vandaag. En ik ga terug beginnen vloggen op weekbasis. Maar mijn computer zat helemaal vol, waardoor ik er nooit aan kon werken thuis. En, want ik kreeg mijn video's er niet meer op. En ik kreeg mijn computer ook niet leeg. En anders moest ik er altijd aan werken op kantoor. Maar ik zie haar computer. Dat was ook niet zo handig. Alleszins, het komt erop neer dat ik terug ga proberen om wekelijks die vlog te maken. En ik ben nu nog thuis bij mijn ouders. Het is 26 december. En ik ga vertrekken naar Antwerpen om te gaan werken. Tweede kerstdag met mijn twee vriendinnen. Nee, maar het is een filmpje. Oh, je bent nog zo net. Kijk, en ik ben er een aan het bewerken. En de volgende is op komst. Dag Sabine! Hier heb ik heel de dag doorgebracht. Joepie. Straks nog een beetje verder doen, denk ik best. Dat is altijd hetzelfde. Wie is het, hè? Moet ik je aan lief raken dat jij mij zo filmt? En ik dan. Bij mij is dat hopeloos. Net op tijd staan mijn brow waxbar makeover online. Want ik moet vertrekken. Ik ben weer al te laat. Het is 20 na en ik ging eigenlijk om kwart na vertrekken. Oké, I gotta go. Meisje en het feest. Nee, ja, ik weet niet. Eeuwenlang verhaal. Maar ik weet de tekst niet. Zij is mooi. Ik ken de dag van. Kom erbij, kom erbij. Dit is dus mijn kapper. Met zijn mooie hand. Oh, zalig. Ik dacht dat mijn auto staat verkeerd geparkeerd. En ik besef ineens dat het al 8 uur is. En ik zo, oh my god. Straks is mijn auto weggesleept. Ja, ik heb dat dus al voor gehad. Maar het staat er gelukkig nog. Want ja, we zitten erin. Ik heb me zo gehaast om al mijn grief te pakken en naar buiten te lopen. Hersenen eruit halen.
echt een sadistische hond, hè. Geniet ervan. Ik ga eens eventjes kijken, want ik sta niet direct in de documenten van terugbetalen. Wat ben je aan het doen, Julie? Wat is dat? Ik was het aan het zoeken voor dat. Ik had het sturen, dus ik hoorde niet wat dat hij aan het zeggen was. Dus die zegt dat het camera zat en ik zo. Ja. Is een Everke. Dat was toch een wijntje te veel, denk ik, gisteravond. Joachim is aan het facetimen met Lilou. Oh ja, nee, Lilou is weg nu. Dag Joachim, zeg eens iets voor in mijn vlog. Hey, what's up, guys? Eigenlijk, wat je zeker moet doen, is mijn vlogs te checken. Nee. Ah, jij zit juist vast. Vooral Oriomi gaan checken. Oriomi, dat moet je checken. And then this happens. Ik denk dat ik er klaar voor ben. Dus oké, ik ben wel 100 jaar te laat, maar... Gaan we het allemaal? Nieuw jaar wordt hier los afgebroken. Alle geluiden rond u zitten straks gewoon ash to dust. Wie kan het wat scheren?